Dat straks, maar eerst paprika's. Nee. Hey, daar is de ijskoelman. Wat een leuke blouse, wat een fijne hoed. En zo'n hippe bril ook. Hey, is dat niet Robert? Ben jij dat? Lijkt de zomer dan voorbij, er is altijd tijd voor ijs. De kinderen, die zijn er gek op. En trouwens, er zijn veel tussendoortjes die veel slechter zijn dan een ijsje. Vandaag ben ik op deze school in Haarlem en ik ga eens kijken wat groep 5 er allemaal vanaf weet. Robert, was een zonnebankje misschien niet een beetje handig geweest? Vlak voordat je dit ging opnemen. Maar goed, we gaan het hebben over ijs. Zo. Nou kids, boeken aan de kant. Vandaag krijgen jullie les van mij. Nou, ze hebben er zin in, daar gaan we. Nou, vandaag wil ik het hebben met jullie over goed en slecht eten. En ik ga eens kijken wat jullie er allemaal van weten. Wat heb jij bijvoorbeeld vanmorgen ontbeten? Een boterham met jam. Ik heb muesli gegeten. Eten jullie wel eens vis eigenlijk? Ja. Ja? Lekker bekje. Oh, en jouw lievelingsvis? Slipton. En welk eten vind jij niet zo lekker? Rode kool met appel. Spinazie. En eet je vaak friet? Nou, ongeveer 1 keer in de maand. En jullie weten er best wel wat vanaf, maar om dat zeker te weten ga ik met jullie een quiz doen. Vraag 1! Wie weet wat een calorie is? Calorieën zijn een soort van vetten. Dat zijn dingen die niet goed voor je zijn. Er zit dan ook bij snoep en overal zitten al een paar calorieën in. En jullie zaten er dichtbij, maar het goede antwoord is dat we om te leven energie nodig hebben. Net als een auto die benzine moet tanken om te rijden. Nou, die energie die noemen we calorieën. En te veel calorieën, dat is helemaal niet goed voor je. Dus hoeveel je kunt eten, dat hangt af van hoeveel calorieën er in je eten zitten. Vraag 2. Waar denken jullie dat meer calorieën zitten? In deze Snickers of in deze volkoren biscuitjes? In de volkoren biscuitjes zit geen chocola. En in chocola zit heel veel calorieën. Van koekjes word je niet super dik, maar van chocola wel. Hartstikke goed. Daar zitten meer calorieën in. Vraag 3. Waar zitten meer calorieën in? In de chips of in de eierkoek? Ik denk de chips, want daar zit ook heel veel zout in en dat is ook niet echt goed voor je. Nou, ik denk de chips, want dat is ook een beetje vettig. Jullie hebben het helemaal goed. Chips bevatten veel meer calorieën dan een eierkoek. Vraag 4. Waar zitten meer calorieën in? In deze plak ontbijtkoek of in het waterijsje? Ik denk die, want daar zit meer suiker in. Ik denk ook het waterijsje, want ontbijtkoek, ja, dat is dan wel wat beter gezonder voor je. Nou, dat moet ik helaas allemaal fout rekenen. Want iedereen denkt altijd dat in dit waterijsje hartstikke veel calorieën zitten. Maar dat is helemaal niet waar. In ontbijtkoek zitten veel meer calorieën. Maar omdat jullie zo je best hebben gedaan, krijgen jullie van mij allemaal een waterijsje. Yeah! Ach, die Roberto, die weet wel hoe die de kinderen blij moet maken. Gelukkig schijnt de zon. Jullie krijgen van mij allemaal een lekker waterijsje en de tussendoortjes vergelijken. Zodat jullie zelf thuis kunnen kijken waar de meeste calorieën in zitten. Ach, de kennis van deze man is werkelijk ongelooflijk. En de kinderen, ach, die doen maar één ding. Die genieten natuurlijk met volle teugen. En nou maar hopen dat de zon nog een beetje gaat schijnen zo af en toe. Want de smakenijs is nog veel lekkerder. Geniet er allemaal van. Oh, die peren. Oh, die